Hey. Ja, ik ben overbelicht. Ik heb een shining spot om mijn kop. En hey, welkom bij de video. We zijn vandaag weer in de surf. We zijn hier in het Wilde Westen. We gaan even kijken of we Pietie kunnen bellen. Pietie, ja, dat is absoluut zijn naam nu, Pietie. Ik bedoel de Piet. Maar leuk dat je er bent. Abonneer even. En als je geabonneerd bent, comment even dat je geabonneerd bent. Dan like ik je reactie. Geef ik mijn hartje zelfs. En als je echt geabonneerd bent alleen. Hey, kom op nou eventjes. Even meewerken nu. Oké, Piet neemt niet op. We bellen Jerry. Hey. Goedemiddag. Avond. Hallo. Goedemorgen, middag, ochtend, avond. Hey, kan jij mij ophalen? Van? In het Wilde Westen. Je bedoelt hier. Waar hier? Hier. Wat? Hoe dan? Ja, die hier, ja. Wij ja. Zitten vol. Jullie zitten vol, daar moet ik in de kofferbak. Wat gaan jullie doen? Ja. Je bent net te laat, makkers. Je bent te laat? We hebben zojuist twee mensen neergeschiet. Echt? Ja. En dat heb ik gemist. Ik zie gewoon echt geen shit hier achterin. Wie hebben jullie neergeschoten? Een of andere Diego en Henk, Piet, nog wat eens. Allebei in de knie. Allebei in de knie, maar niet dood? Nee. Oh, jullie hebben ze wel leven gelaten? Ja. We zijn een keertje lief geweest. Jullie zijn een keertje lief geweest. Nou, oké. Okay. Hebben we al meer informatie over het geld? Nee, hè? Nee. Ik denk dat ik even Renzo ga antwoorden. Dat je Renzo gaat? Wie is Renzo? Korpsleiding. Korpsleiding? Korpsleiding. Dat is toch best wel hoog? Mm-hmm. Ja, dat is het hoogste wat er is. En hoe zou willen jullie hem ontvoeren? En hij heeft de hoofdrecherche, volgens mij. Dat is toch juist niet slim om hem dan te ontvoeren? Ja, want misschien kan hij informatie doorspelen. Hij is recherche, dus hij kan mooie informatie doorspelen aan ons. Over? Ons, namen, overvallen, dat soort dingen. Ja, dus dan moeten we hem anoniem overvallen of ontvoeren. Drogeren en daarna dingen doorspelen aan pers, dat kan natuurlijk ook nog. Altijd leuk. Ja, je kan hem drogeren, gewoon helemaal volstampen met pillen. Waar gaan we nu trouwens heen? Even kijken bij Arvi Angels. Dat is die motorgang, toch? Ja. Ja. Daar hebben we zojuist eentje in poot geschoten. Dus niet heel veel levens bekennen, misschien... Ik zie links... Oh nee, niet. Ik zie letterlijk helemaal niks liggen. Gewoon die agent even drogeren. Vragen stellen. Tikken op zijn neus geven. En wat is de status nu? Hij is nu in dienst. Gaan we hem pakken dan? Ja, maar hoe willen wij dat doen met volle auto? Twee auto's. Wie heeft twee de auto? Piet. Die heeft een motor. Oké, dan stap ik wel bij Piet op motor. Ja, of dinges. Oké, Piet, ik stap wel op bij jou, ja? Ja, ik denk dat het juist beter is als jij bij mij de auto gaat. Jij hebt het vuurwapen hier. Oh ja, dat is... Nee, maar dat kan ik bij Piet achterop schieten. Nee, is juist de bedoeling dat we niet hoeven te schieten? Jawel, dat gaat wel gebeuren. Kom, Piet! Nou, oké, let's go. Oké, jongens, we gaan dus blijkbaar een agent pakken. Een korpsleider om wat informatie te vragen of zij meer weten over ons van de bankoverval. Dus dan doen we ook even een helmpje hier op mijn bakkes. En dan gaan we kijken of we hem kunnen ontvoeren, informatie uit hem kunnen nakken. Drogeren en zo. Bij een van de winkels. Oké, die gast daar. Die rijdt op zijn scooter voorbij, steekt zijn middelvinger op en die rijdt weg. Nu wordt hij achtervolgd. Wat een gast. Hij kan voorbij, toet het even, steekt zijn middelvinger op en de tweede wagen gaat eraan, de derde gaat al. Laten we dan iets plannen? Zo, nou, je ziet dan wat de politie doet als je middelvinger opsteekt. Drie wagens achter jou. Oké, ik heb straks een meeting met Renzo. Ja, hoe lang? Ja, straks koffiepauze, dan pakken we. En hoe gaan we dat doen? Ik denk dat het verstandig is als ik eerst alleen kom. Ja, dat denk ik ook, en gewoon je normale outfit. En dan pakken we hem, gewoon. Ja, is goed. Dan denk ik dat we hem gaan drogeren en kijken of we misschien info uit hem kunnen krijgen. Of er misschien aanwijzingen naar ons zijn van de bankoverval. Ja, dan kunnen we nog wat andere vragen stellen. Of er misschien andere groeperingen binnen de stad zijn en zo. Of een nieuwe groepen vormen. Ja. Ja, goeie. Vind ik ook wel goeie. Maar waar nemen we mee naartoe? Dat moeten we ook wel sowieso even weten. Nou, ik weet op zich nog een leuke oude vertrouwde locatie. Vlak bij de vuurtoren. Heb je een mooie motorlocatie? Is dat waar Lowie Lowie water nee. Gegooid? Gaan we die agent doodschieten dan, Mason? Een knie vampier af? Hoezo wil je hem nou gelijk in schieten? Dan is hij alsnog dood, hè? Nou, als dan valt hij toch in het water en dan kan je toch niet zwemmen? Dat is niet mijn probleem. Misschien op lange termijn wel, Mason. Laten we even weer naar de meetingplek gaan. Wie de hel is dit nou weer? Dit? Is het geen hersenloze? Oh nee, dat is Mike volgens mij. Maar we moeten nou wel... Ik zou maar verplaatsen hier, man. Hey, laten we even andere locatie zoeken, want ik vertrouw dit niet aan. Same. Weet jullie, kom op, meeting nog, die huis? Ja. Laten we daar doen. Daar zo, ja? Ik volg jullie wel. Ja, is goed. Oké, jongens, we gaan naar een andere locatie, want er reed net een auto hier en we vertrouwen het gelijk niet meer. Je moet echt heel voorzichtig moet je zijn met hoe je te werk gaat als crimineel, zeg maar. Geen idee.
Dus we gaan gelijk even een nieuwe locatie pakken waar waarschijnlijk niemand is. Oké, jongens, deze locatie is nieuw voor mij. Deze ken ik niet. Dus ik heb geen idee waar we hier kunnen chillen en zo. Hé, deze locatie is nieuw voor mij. Voor mij ook, hoor. Ik kan hier gewoon naar binnen of zo. Dit is zijn tweede huis. Oh, hier woon jij? Ja, tweede huis. Kom maar mee naar de tuin. Oh, naar de tuin, oké. Kijk, mooi tuintje. Ja? En dit is gewoon waar we gaan chillen. Oh, wie viel er? Allemaal in een hoekje. Ja, dat is een beetje... kunnen we niet gewoon om de tafel staan? Jawel. We gaan het dus als volgt doen. Renzo, die heeft straks koffiepauze. Spreek ik met hem af. Ik ga met hem meeten. Dan doe ik een gewone outfit aan. En dan zal ik gewoon hoesten. En dat is dan het codewoord voor jullie. Dat jullie dan kunnen komen. Ja, maar dan wil je hem gewoon goede... dan wil je hem slechte snuif geven. Ja, ja. Kan je niet gelijk wat in zijn koffie doen? Ja, maar ik heb slechte snuif bij. Wat bedoel je? Ik produceer niet alleen maar goede snuif, makkers. Nee, oké. Okay. In mijn lab wordt ook slechte snuif, een beetje dat afval gemaakt. Dat is niet goed, want dan gaat hij allemaal dingen zeggen dat helemaal niet waar, of dat hij allemaal is. Weet je, snap je wel? Hij wordt helemaal gek. Hij wordt helemaal gek, dus die moeten we wel of niet gebruiken? Die moeten we wel gebruiken, want misschien gaat hij dan wel dingen zeggen tegen ons. Ja. Namen en ons ding. Oh, wacht, ik word nu door hem gebeld. Misschien wel informatie en zo. Oké, goeie. Handig. Dat is heel handig. Ja. Hey, Renzo. Kijk, ik heb goede snuif, daar ga je goed van functioneren. En je hebt slechte snuif, daar ga je slecht van functioneren. En die bewaar jij voor momenten zoals dit? Voor dit, ja. We moeten snel gaan. Want daar is 5 minuten pauze in Chinatown. Oké. Ik zorg niet gaan over dat Chinatown over. We gaan eerst even een rondje rijden en dan kijk. Trouwens, hij is naar de centrale bank gegaan in plaats van in Chinatown. Voor als je niet echt door hebt wat er nou precies gaande is nu. We gaan samen wel afzetten bij de centrale bank, is het inmiddels geworden. En dan gaat hij met Renzo, de korpsleider, oftewel een van de hoogste agentranken die er is. Volgens mij de hoogste, weet ik niet, daar zou vast wel hoger zijn. Gaat hij mee praten, daarna komen wij in het spel. Dan is hij even op een rustig plekje, neemt hij hem even mee. Dan komen wij in het spel, nemen we mee, ontvoeren we hem. Laten zorgen we met waarschijnlijk een pistool op zijn achterhoofd dat we hem een soort slechte drugs laten opsnijven, waardoor hij helemaal gek wordt. Dan kan hij mogelijk informatie aan ons geven. En dan kunnen wij erachter komen of de politie inmiddels al meer weet over de bankoverval. Als ze misschien dingen over ons weten, weet ik, dat soort onzin allemaal. Wat doen we nu? Even wachten, hij is nu naar de agent aan het gaan. Hm? Vanaf de winkel gaat hij lopen? Nee, hij zat even auto's dolen. Prima. Maar hij gaat zo het sign geven en dan gaan we erop af. Kunnen we? Even wachten, nee. Ik zou zeggen, dat heeft hij snel geregeld. Hij staat bij de winkel. Hij is op de motor, hoor ik. Oké, nu steken. Speed en Mason, zijn die er al? Oh, hier, dit. Handen omhoog, vriend. Even pak gelijk communicatie. Even communicatie afpakken. Noodknop. Alles porto. Afnemen. Ja, kom ze afgepakt. Noodknop ook. Jongens, opschieten. Nu. Te gaan. Gassen. Oh, waarom moest die agent er nou zijn? Maakt niet uit, we komen wel weg van hier. Ja, het is er eentje, maar die heeft natuurlijk even hulp gehaald. Oké, ik heb ze komst. Weet je wat ik ga doorgeven? Dat ze afstand moeten gaan houden, anders snij ik die nek door van hem. Oké, jongens, de politie is er net. Wat leuk, wat toevallig. Dat zij net dat hoekje om moeten komen, waardoor ze precies zien dat we de politie ontvoeren, basically. Top, maar nu gaan we via zijn communicatie, dus via zijn walkie-talkie, weet je. Gaan we tegen hem zeggen dat hij afstand moet houden. En anders snijden we de keel door van de agent. En ja, maar dit is wel een korpsleider, dit is de leader. Dus die willen ze zeg maar 100% in leven houden. Maar ja, ze willen hem ook terug, ze willen hem ook heel snel terug. En die agent zit achter ons aan, vol foutje. Oh, we zijn agent al kwijt. Echt zo? Kwijt? Ja. Of heeft hij zijn sirene gewoon uitgezet? Nee, we zijn hem kwijt. Wat een goede agent. Echt, je baas wordt... top. Nou, we zijn hem alweer kwijt. Ik heb het in de porto gezegd en ze houden afstand. Top. Ja, maar we zijn ze ook kwijt. We zijn ze ook al kwijt. Alsnog. Wat willen jullie van me? Dat hoor je straks wel. Ja. Kom je zo meteen achter? Oké, op dit moment is het gewoon belangrijk dat je je rust bewaart. Dan komt het allemaal goed, ja? Kan degene die achterin zit even kijken of hij nog zijn pistool in zijn holster of iets heeft zitten? Ik zou even kijken. Blijf van die wapens af. Luister, op dit moment heb jij niks te zeggen, je hebt helemaal niks te zeggen, meneer. Hij heeft een pistool en een taser in zijn been holster. Dus die trekken we er zeker even uit. Ik zou niet persoonlijk. Ja. Dus maar even aan de zijkant van je deur. Yes, zou doen. Als je één verkeerde beweging maakt, dan weet je hoe het zit, hè, meneer. Waar zijn we, man? Hier ben ik echt nog nooit geweest waar we nu zijn. Dit is wel een hele onbekende locatie voor mij, deze gekke plek. We zijn op locatie. Dit is een mooie locatie. Een hele mooie locatie. Deze ken ik helemaal niet. Dan mag je gaan uitstappen. Ga je vrijwillig meewerken of moeten we je helpen? Want dan hebben we nog wat... Moeten we eens helpen, toch?
Dan hebben we nog wat verdovende middelen om dit te laten praten. Of een beetje te laten hallucineren. We kunnen hem het spul geven. Wat is je functie binnen het korps? Laten we daar even ondervragen. We zijn bezig met ondervragen. Inspecteur en leiding geven. Recherche nodig. Dus je zit bij de recherche. Dat is interessant. Daar ga ik wel wat even wat dieper op in. Zijn er op dit moment mensen... Meneer, momenteel gaat mijn telefoon in mijn broekzak af. Die ga je zeker niet opnemen. Zijn er al gangs in de stad? Of groeperingen? Ik denk dat u dat zelf beter kan beantwoorden dan ik. Lopen er cases naar de mensen? Dat is wat de recherche doet, dus de hele afdeling voor. Ja, we lopen dag in dag uit nieuwe cases. Ik wil precies weten hoe en wat. Ik vraag er dus heel veel informatie aan. Ik zal zo wel meer uitleggen, jongens. Als je niet de waarheid spreekt, of iets zegt waar we niks aan hebben, dan ga ik je een spuitje geven. Dan ga je maar even lekker spacen, ja? Toch even een beband betekent niet dat ik zeg maar alle cases uit mijn hoofd ken, hè. Maar er lopen gewoon meerdere, er lopen een hele hoop cases. Wat is er met die bank overgeval? Er zijn meerdere afdelingen, er zijn meerdere cases, er zijn meerdere personen, er zijn meerdere groeperingen, er zijn meerdere incidenten. Alles wat verdacht is, wordt onderzocht. Weet al wat met bank overgeval was? Kom eens even mee. Ja, ik wil van sommige cases wil ik wat weten, dus ik wil gewoon dat je wat gaat vertellen. Ja? Zeg je? Wat voor weten. Info heb je? Wat kan je ons aanbieden? Dat is net wat je wil, ja. Dat is net welke hoek je het zoekt natuurlijk. Ja, je zit te lang aan het treuzelen, dus dan kunnen we net zo goed even een spuitje geef geven. Geef maar dat spuitje, laat hem maar spuiten. Inderdaad, geef maar even een spuitje, dan gaat hij vanzelf wel slaplullen. Nee, niet. Laat maar een spuitje. Ja, meneer, u bent een beetje aan het klooien met ons. Dat is jouw taak, spuitje. Ziet er een beetje uit alsof hij aan het pijpen is. Ja, daarom. Doe maar even kijken hoor. Meneer... Doe maar even een handje uitstrekken. Stroop zijn maan maar op. Zo, kijk eens aan, mijn meesterwerk. Nou Renzo, kijk eens blij. 3, 2, 1, komt ie. Die zit erin. Dat is een goede vraag. Die zit erin, volle spuit. Oh, daar gaat ie. Til hem even in de auto, wij gaan naar een nieuwe locatie. Ja, we gaan even naar een nieuwe locatie. Ja, til hem erin. Ja, erin. Hoppakee, en hij zit erin, hoor. In de kofferbak. Hey, we zijn volgetankt. Dat betekent dat we nu naar de locatie gaan, een nieuwe locatie. Want we konden niet te lang blijven op die locatie daar. Verder is de tank weer lekker helemaal vol. Mijn scherm hieronderin niet, maar hij is gewoon vol. Hey, ben je al een beetje bijgekomen, meneer? Nee, hè? Het is nog steeds aan het inkikken, waarschijnlijk. Nou, die is wel naar Afghanistan, in ieder geval. Die is denk ik even heel ver afwezig. Zo, wat een locatie, jongens. Deze ken ik totaal niet. Het is helemaal nieuw weer van me. Allemaal nieuw. Lekker is voor mij. Vind ik wel leuk. Oké, ik help je ook. Even met eruit komen. Yes, ik help je ook wel. Ja, ik doe even de motor uit. Oké, waar zetten we hem even? Onder die rots, misschien? Ja, ik denk hier even bij die rots. Ja, of kan ook eronder, weet je. En nu kan je wel van daarboven kijken. Oh ja, onder de rots, volg maar even. Onder de rots is wel goeie. We helpen hem even... Kousijntje wel vast. Zo, hij begint wel te zweten, joh. God, hij is helemaal doorweekt. Ja, godverdomme. Hij zit te zweten, man. Oh, hij stinkt ook naar kots en pis. Volgens mij heeft hij zichzelf ook ondergepist. Ga dan maar recht tegen de muur zitten, baas. Ja, hij loopt een beetje mank ook. Rustig aan, meneer. Oké, nou, leg hem maar neer. Zo, ga maar even liggen. Leg hem even met zijn hoofd in het zand. Hoppakee, zo. Ga je gang. Oké, heb je al zin om een beetje wat te gaan vertellen? Nou, wacht even hoor, ik geef hem wel een paar klappen in zijn gezicht om even wakker te maken. Oh, hij is al wakker, laat maar. Wakker worden. Ja. Hij hoort je. Heb je weer? Ja. Oké, ik wil gewoon van wat cases wil ik wat weten. Wat? Meneer, wat? Wat wilt u horen? Of er naar mensen wat loopt. Ja, loopt er. Naar welke mensen? We hebben... Namen. Riddler. Oké. De overvallers van de bank. Heb je daar al namen van? In de Rick F. Rick. Wie nog meer? Hey, hallo. Weet ik niet. Wij blijven. Weet ik niet precies. Echt. Dat weet je wel. Oké, maar Rick F is genoeg. Volgende. Ja, dat is genoeg inderdaad om te weten. Ze wat zijn jullie prioriteit op dit moment bij recherche? De liepe Rijksrecherche case. Naar wie? Naar wat? Naar een agent. Welke agent? Hij is inmiddels weg. Thomas Schroegli, ik weet genoeg. Ja. Thomas? Schroegli! Ja, of die corrupt is of niet. En voor de rest, niet zo'n kut agent, maar crimineel. Riddler alleen. Die is nog steeds een prioriteit, maar daar hebben wij niks mee te maken. Wie is de Riddler? Nee, gelukkig niet. Is er ook een riddle voor mij? Wie is de Riddler? Kom jongens, we hebben informatie over dat ze weten dat Rick F, dat is natuurlijk Rick van de bankoverval, hij betrokken was. We hebben informatie over de Riddler, dat er een zaak naar hem open ligt en een zaak naar Thomas de agent, of hij corrupt is of niet. Ja, jij mag even staan. Heel goed om te weten. We zouden hem ook kunnen afpersen. Doen we gewoon zijn kleding uit, laten we hem in zijn onderbroek staan. En dan maken we een foto van hem en als hij dan niet
En als hij ons dan niet betaalt, dan... Nee, we laten gewoon politie betalen. Dan lekken we die foto. Maar dan moeten we dat wel doen op het moment dat wij hier weg zijn natuurlijk. Nee, wij gaan nou een foto maken. Doe ja, even ik bedoel, als we de foto toch al hebben, hoeft het toch niet meer hier te zijn. Ja, wel, natuurlijk wel. Oké, doe zijn kleding maar uit. Ja, doe dat dus even. Ik hou er wacht. Stinken, joh. Zo, maar wat is een mooi bedrag voor hem? 20k. Ja, ik kan zeggen, hij is natuurlijk geen kleine. Dit is niemand, nee. Niet zomaar iemand. Dus 20k. Het is wel iemand van de korpsleiding, dus dat kan wel een mooi prijsje worden. 20, 25k. 20, 25k, ja. dat heb je er wel voor over. Prima. Maar eigenlijk wil ik ook wel wat lekken naar de pers. Ja, toch daar gaan we daar dan aan naartoe. Ja, want het is niet overmaken. Verstandig om alles hier te regelen als we hier staan. Klopt. Ik denk dat we, als we eenmaal de beelden hebben, dan ja, kunnen we gaan en staan waar we willen. Kunnen we altijd alles nog uitlekken. Dat, weet je, als we het eenmaal hebben. Ja, dan maken we hier gewoon melding dat hij hier ligt. Ja, en dan zijn wij al lang weg natuurlijk. Ja. Zijn we even van mijn fotocamera uit de auto pakken, want die heb ik toevallig al. Ja, goed. Oké, jongens, we gaan hem dus afversen, we gaan hem uitkleden, afpersen. Jongens. Geld krijgen, zeg 25k. Niet betaald, hè. Je wil niet dat een korpsleider een van de hoogste rangen van de politie. Oh, wat ga ik daar dan van genieten, hè. Een kijk, daar foto is, weet ik van, bijna helemaal naakt. Dan heb je de korpsleiding die gewoon in zijn onderbroekje staat. Daar heb je hem hoor. Kijk. Kijk. Nou, zet hem even overeind denk ik, of... Ja. Ik denk, ik weet wel iemand die de foto heel graag wil maken. Laten we hem even met de twerk doen. We moeten hem even verstrooid laten staan zoals nu. Of Bird. Laat hem zijn mondkapje even afdoen, dan kunnen we ze hoofd ja. Ik trek zijn mondkapje er af. Schat, hij zit helemaal onder het kotje, dat mondkapje. Ja. Zo, mondkapje is eraf, vies kots mondkapje. Hey, moet er iemand van ons bij staan even, of doe hem solo? Nou, trouwens, dat is niet verstandig. Doe deze maar, Renzo, boven mijn kop. Dan mag je even naar camera kijken. Dan mag even hier kijken, knippen wel een paar keer. Hey, hierheen kijken. Hey, deze kant. Kappie. Deze kant. Ik hou hem wel even vast. Ja, deze. Goed zo, ja. Perfect. Goed zo. Top. Oh, dit wordt een mooie foto. Jongens. Heb je ze? Hij zit ook helemaal onder, hè. Dat maakt het alleen maar nog erger. Verdamme, hè. Hij stort in. Ik haal hem wel omhoog. Kan nog even een stapje nog. Hebben dit we mooi... is niet goed voor hem, hoor. Hebben we al foto's? Hebben we genoeg? Volgens mij heb je hem te veel gegeven, houden. Sorry, ik heb dank ik volle spuit gedaan. Hebben we genoeg? Geef me even een paar tikkies. Help me even overeind. Hou me even vast. Pak jij arm, ik pak arm, ja? Ja, is goed. Ja, daar staat hij. Ja. Pak zijn armen vast. Zo. Goed zo. Ik heb je armen vast. Het ziet er niet helemaal goed uit, maar je gaat om het idee. Het is net alsof hij zijn arm over jullie heen heeft. Nou, maak een paar mooie foto's. Ja, gelukt. Ja. Nou, Renzo, nou mag je lekker gaan slapen. Hé, geef hem nog even een tikkie dat hij even in slaap valt. Doe even een kleedje. Nee, laat maar zo liggen. Ik geef maak even zijn kleren terug, anders gaat hij dood. Hebben we helemaal niks meer eraan. Ja, doe maar even die kleren. Doe maar even die kleren. Ja, anders vriest hij dood, man. Ja, nou, ik anders, zal... Nee, ik weet al een andere. Zeg maar een supporter waar die ongeveer is. Ze zoeken hem mij. Ja, wel als wij pas weg zijn. Wel als wij pas weg zijn, toch? Oké, ga dan vast naar de auto, ja? Ja, oké, let's go. Dankjewel, Renzo. Nou, die was top. Mooi, een paar mooie foto's gemaakt. Nee, die was top. Nu weet in ieder geval, wie is de Riddler? Hij zei een paar dingen over de Riddler. Een Mr. Nobody. Een Mr. Nobody, oké. En er is een lopend onderzoek gaande naar Thomas de agent, toch? Ja, maar die heeft ontslag genomen. Heeft hij nu al ontslag genomen? Ik heb hem letterlijk, wat is het, laatst nog gezien. Dat is dan echt pas geleden gebeurd. Ja, klopt. Oké, jongens, we zijn nu onderweg naar Sandy Shores. Dat is het stadje niet helemaal noorden, maar bij Travis Airfield. Oh, ja, ik weet het. Daar is Sandy Shores, dus we gaan daar waarschijnlijk heen. Gaan we even kijken hoe en wat en geen idee wat we nu gaan doen. We hebben nu informatie. Hey, dit is top, maar wel kut dat ze weten over Rick. En ik gok dat het er meer zijn als ze ook Rick weten. Zeg je? Ik gok dat het er ook meer zijn als het ook Rick is. Ja, ze weten sowieso dat ik er ook was, want ik ben opgepakt. Ja, jij bent opgepakt, maar jij bent nu voorwaardelijk vrij, toch? Of? Ja, ik heb alleen... Enkelband. Ja. Ja, enkel band alleen, ja. Ik heb die zo geprogrammeerd dat ze kunnen mijn locatie niet zien. Ah, top. Jordi is natuurlijk voor de mensen, dat heb ik helemaal niet uitgelegd. Dus daarom word ik ook gezocht door de politie. Jij wordt nu gewoon gezocht? Ja, ik word gezocht. Jij wordt nu gezocht, ja, dat wil je niet hebben inderdaad. Dat is best kut. Ja, wat was er nou gebeurd waardoor jij was staande gehouden? Er is een heel magazijn op mij gelost. Oh, je hebt natuurlijk kogelvrij vest aan. Ik had er eentje in mijn benen gekregen. Oeh. Eentje in mijn vest. Oeh. Ja, en allebei mijn banden waren lekker geschoten. Kut zo, man. Dat is echt kut. Had beter mees kunnen zijn ofzo. Ja, dat zei ik ook. Nou jongens, we hebben wat informatie. Ja. Jordi? Ja. Ja, je hebt de foto, als het goed is. Zeker. En we hebben de foto natuurlijk. Dat is ook een hele goeie. We hebben de foto. Ga jij die sturen of laten we die Samuel sturen? Samuel die foto naar de politie doorsturen. Omdat laat Samuel het maar doen. Hij was er met drugs mee bezig. Ja, wat hij woordje ook al heeft gedaan. Dat. Hij was er drugs mee bezig. 25.000. Dat dacht ik ook aan. Anders lekken wij naar pers. Dat Rick, die wordt dus verdacht van de bankoverval. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat zijn auto's zijn gevonden. Dat klopt, dus dat en mijn auto is ook gevonden. Ja, maar jouw zoeken ze al. Dat betekent dus ook dat ze misschien een
link kunnen gaan leggen met degene met wie Rick veel omgaat. Ja. Ja, dus dat kan. Dat zijn wij. Dus daar gaan we maatregelen moeten nemen. Ja, ik weet niet, hoe willen we dit gaan aanpakken? Ik zou zeggen zoals het altijd was in het begin. Of willen we echt nu openbaar gaan? Hoe wil je openbaar? Nou, we gaan eerst waren wij van plan meer onder de radar te blijven. Ja. Maar we gaan nu gewoon, Guns blazing, om het zo te zeggen. Ja. Gewoon scheid hebben. Als iemand grote bek heeft, gewoon schieten. Maakt niet uit waar hij staat. Zo ook al staat hij voor een politieagent. Nou ja, we moeten wel een beetje oppassen met wat we doen. Maar ik zou meer nog wel een beetje voorzichtig blijven. We gaan het niet zo rustig meer aanpakken. We gaan ze niet meer sparen zoals eerst. Oké, maar dan in plaats van dat we hem normaal nemen, we mee iemand naar een rustige plek. En wat we nu dan zouden doen, is gewoon ter plekke doodschieten. Ja, ik wou het zeggen. Ik heb nu gewoon scheid aan. Als ik hem dood wil hebben, dan schiet ik hem gewoon ter plekke. Wat hoor ik nou? Gewoon een hersenloze. Ja, denk ik. Ja. Oh? Nee. Dat is hij is er langs, Ja, maar alsnog even weg, Alsnog even deze locatie verlaten. Zo, dat was geen hersenloze. Nee, dat was... Dat was geen hersenloze. Zo, er kwam even een agent voorbij rijden, jongens. Ik weet het niet, waar wil jij? Er kwam even een agent voorbij rijden. You mean, we moeten zorgen dat we met de G-Bag aan wegkomen. Ja, dat is undercover. In de markt, Ja, hij komt achter je aan. Kut, sorry, hoe zag je dat? Jullie hebben geen wapens bij, toch? Nee. Ja, messen, maar... Jawel. Ja, mes. Maar geen Volkswagen, toch? Nee. Oké. Ja, ik denk... Hij keerde om. We zijn ook kwijt, boys. Hij keerde om, maar zo hard ging hij niet achter ons aan. Hey, hier zijn we weer. Dag, heren. Ja. Hallo. Wat heb jij nou in? Je ziet er helemaal uit als een of andere Russische popster, Mason. Met die outfit van je. Dit is mijn feest outfit. Dit is nog maar het begin. Maar wat gaan we met info doen over verder? Over Rick? Niet zoveel. Ja. Gewoon het feit dat we nu doorgeven niet meer rusten. Doorgeven oppassen met Rick in de buurt. Nou, sowieso ten eerste aan Rick melden. Of Rick gewoon doodschieten. Wat? Nee, grapje. Sta maar even op. Nee, maar sowieso gewoon tegen Rick vertellen dat er een zaak op hem wordt gedaan. Ja, en dat hij gewoon even rustig aan moet doen, vooral hij. En ik weet niet of Samuel wel er nog wat van te zeggen hebt. Wat de goed en fout ging of zo. Het is Samuel. Ik vond het hartstikke goed gaan. Ik vond het ook leuk. Wordt dat geregeld, dat geld? Dat, ik heb nog niet... Kunnen we het best gesproken. Gewoon nu doen. Althans nu. Ja. Kunnen jullie maar even een berichtje naar even kijken. Ja, precies. Lekker op ons gemak hier. Op je gemak even 25.000 euro afpersen. Want anders posten we... Heeft iemand een foto voor me? Ja, tuurlijk. Dus, oké, nou. Geslaagd. Was geslaagd? Ja. Hou er maar rekening mee. De zaken gaan veranderen. De zaken gaan veranderen. De aanpak gaat veranderen hoe wij dingen gaan aanpakken. Het gaat allemaal even wat sneller en wat ruiger worden. Het gaat wat agressiever worden, laat ik het zo zeggen. Agressiever worden, oké. Dan vind ik helemaal prima. Vind ik wel leuk eigenlijk. Oké, hey, dan ga ik naar mijn kamertje hier beneden. Mijn relaxkamertje. Ik hoop dat daar binnenkort even een bed komt. Die kutmat daar, die ligt voor geen meter. Hey, misschien moet je nog een kussentje maken. Hey, kijk. Je moeder. Ja, dat dacht ik al. Dat was mooi, hè, dat hij er nog in zat. Ja, dat vond je leuk. Daar konden we echt van genieten. Dat vonden jullie mooi, hè? Ja, dat dacht ik al. Oké, jongens, we staan weer in ons slaapruimtje waar we ook de bankoverval geëindigd hebben. We staan hier nu gewoon te chillen lekker. We hebben de agent gedrogeerd, we hebben informatie uit hem gekregen, we hebben foto's van hem gemaakt in zijn onderbroek. Als de politie ons niet 25.000 euro geeft, dan leaken we die naar de media, dan leaken we die naar iedereen. Nou, iedereen in de stad heeft heel Roevenen over die agent dat hij in zijn onderbroek stond. Die denkt dan, wat boeit het nou in je onderbroek? Maar ja, het gaat om een agent die helemaal gedrogeerd is, onder het kots, helemaal de weg kwijt is, met guy met een pistool achter hem. Dat wil je niet geleakt hebben hoor, dat wil je absoluut niet geleakt hebben. Dankjewel voor het kijken naar deze video, abonneer dan maar eventjes. Like even de video en dan spreek ik je in de volgende video en dan... Doei.